We zijn bij Volkstuincomplex Parkzicht. En de voorzitter hiervan heeft wat leuks te vertellen naar aanleiding van mijn interview met Chris. Chris schijnt hier geen onbekende te zijn. Heeft hier vroeger de bijen ook gehad, een bijenvolk. Vanwege de drukte heeft hij die weggehaald. Dat hebben we ook gehoord, geloof ik, in het interview. Maar de verrassing hier, dat ze nog steeds aan hem denken, dat is de volgende. Hallo Chris. Ik heb hier een hele bak met zaden. Speciaal voor de tuiners bij ons. Om jou een warm hart toe te dragen. Ik wil bij deze een amende brengen. Proberen voor 2 kwartjes per zakje. Om dus jouw actie te ondersteunen. En iedereen een metertje bloemen te laten zaaien. Je weet wel Chris, je bent hier ook altijd te tuin geweest met je bijtjes. Was er altijd gezellig mee. En de honing smaakte ontzettend lekker. Dus Chris, bij deze. Helemaal geweldig. Ja? En jij bent de voorzitter, hè? Ik ben voorzitter, ja, van Parkzicht. Dat weet Chris nog niet, sinds kort. Ja. En voor de kijkers, wat is je naam? Mijn naam is Wim van Dijk. Ik tuin hier al, tussen haakjes, al 28 jaar. Kijk eens. Bedankt voor het kijken. Vond u de video leuk? Geef ons dan een duim omhoog. En vergeet u niet te abonneren om op de hoogte te blijven van onze nieuwste video's.